Goedendag. Ik heb nog even een vriendelijk beeld van deze ochtend meegenomen. Een mooie regenboog boven Texel onder een bui. En de komende 72 uur gaat in het teken staan van buien. Zeker op de Waddeneilanden en ook in het westen van het land. Want we krijgen te maken met een zogeheten kustconvergentie. En hier op de grote plaat van West-Europa kunnen we het ook al zien. We hebben te maken met een laagdrukgebied ten noorden van ons. En de aanvoer vanaf de Noordzee uit het noordwesten. En de aanvoer is vrij fris, maar het zeewater is nog vrij warm. En dan zien we dat op de Noordzee een flink aantal buien ontstaat. En in het binnenland bij ons is het dan iets frisser dan op zee. En dan ontstaat als het ware een ophoping van lucht voor de kust. En dan kunnen daar makkelijk buien ontstaan. En de komende 72 uur is dat ook echt wel het geval. We zien de meeste buien vooral voor onze kust terug. Aanvoer dus vanuit het noorden en dus meer van die buien. Terwijl het binnenland wel meevalt. En uiteindelijk zien we dat lage drukgebied als het ware oplossen later deze week. Maar we zien een nieuw lage drukgebied ontstaan boven Centraal-Europa. En al daar wordt ook veel regenwater verwacht. Daar kijken we straks nog even in detail wat meer naar. Eerst nog het weer dus bij ons. We krijgen dus ook echt wel heel veel regen de komende 72 uur. Zeker in het westen en noorden van het land. En hier zien we dat als het ware geaccumuleerd voor de komende 72 uur. Gaat allemaal vrij vlot. En wat duidelijk opvalt is dus die kustconvergentie, die ophoping van die buien voor de kust en in de kustprovincies. En die hoeveelheden zullen dus snel oplopen naar 50 tot lokaal zelfs 100 of op een enkele plek zelfs 150 mm regen. Dit is het harmoniemodel. Er zijn ook modellen die zwaartepunten wat elders hebben liggen over die kustlinie. En wat verder opvalt is dat in het binnenland het allemaal wel wat meevalt. Daar trekken ook enkele buien over. Maar ze zullen die buien dus echt niet zo zwaar uitpakken als in de kustprovincies. Sterker nog, hier bijvoorbeeld in Overijssel komt niet meer dan 7 mm naar beneden in deze berekening van het harmoniemodel. Grote verschillen dus tussen het westen en oosten de komende dagen. En hoe ziet het er dan uit in de pictogrammen? Nou, we zien dus voor vanmiddag de meeste buien dus opnieuw weer in die kustprovincies. Kan dus ook onweer op zitten, wat hagel. En die buien trekken wel binnenland binnen, maar ze zullen waarschijnlijk ze richting Duitsland trekken wat langzaam in de activiteit afnemen. En ja, de middagtemperatuur is ook al aan de frisse kant weer voor de tijd van het jaar. We komen ze uit op waarde tussen 14 of 15 graden. Ja, vanavond houdt dat wel aan. We zien dat het binnenland aardig afkoelt. Temperatuur komt al halverwege de avond onder de 10 graden uit. En uiteindelijk zien we dat de minima in het binnenland ver onder de 10 graden duiken. 7 of 6 graden richting de grens met Duitsland. En aan de kust is nog altijd toevoer van die buien. Die buien die intensiveren zelfs een beetje. En er kan er altijd nog wat hagel of wat onweer voorkomen. Maar boven binnenland, daar zullen die buien langzaam uitdoven. En morgen is het dan ook lange tijd het beeld. Ik verwacht morgen ook echt wel de zwaarste buien in het westen. Kan even flink doorregenen, doorgieten. En dan zouden er zomaar 50 of 100 mm regen in een tijdspanne van 24 uur kunnen vallen. Op sommige plaatsen dus zelfs nog wel wat meer. In het binnenland is nog lange tijd zon, maar uiteindelijk als daar ook de luchttemperatuur opwarmt, zullen die buien makkelijker ook het oosten kunnen aandoen. Maar daar lijkt het allemaal wel wat mee te vallen. Is het gewoon een frisse dag met geregeld ook ruimte voor de zon. En als we dus kijken naar Centraal-Europa, dan zien we dat er dus een lage drukgebied tot ontwikkeling komt. En dat lage drukgebied blijft daar een aantal dagen rondtollen. En daar wordt nog veel meer regen verwacht, maar ook sneeuw. In de Alpen gaan we waarschijnlijk dit soort beelden verwachten voor later deze week. Dit is waarschijnlijk het beeld in Oostenrijk later deze week. En als we even kijken naar de hoeveelheden sneeuw die daar kunnen vallen. Ja, dit zijn een behoorlijke hoeveelheden. We beginnen eerst nog deze woensdag. Er ligt op het moment nog helemaal niks. Maar we zien dan ook dat koufront waar we eerder deze week al bij ons mee te maken hadden, over de Alpen heen trekken. En dan gaan die hoeveelheden ook daar flink oplopen. Dat laag blijft zo'n beetje rondtollen hier in de Uithoek boven Hongarije zo min of meer. En dan kunnen dus behoorlijke hoeveelheden sneeuw vallen. Met name in Oostenrijk hoeveelheden die in mijn kaart kunnen oplopen naar 50 of 100 centimeter. Maar lokaal, hier bijvoorbeeld in de Hoge Tauren, zou er eens 150 centimeter kunnen vallen of nog wat meer. Wat verder opvalt en opvallend is, is dat vooral ten noorden, ten noordoosten van de Alpen, in landen als Slovenië, Slowakije en ook Hongarije, er heel veel regen gaat vallen. Dan hebben we het toch over hoeveelheden die naar 300 of 400 mm gaan. En al daar wordt dus ook waarschijnlijk een wateroverlast verwacht. Nou, hoe het weer zich na de komende dagen in Nederland gaat ontwikkelen, daar kijken we later vanmiddag naar in de 10-daagse. En ik zou zeggen, een fijne dag.